Er is opnieuw een verdachte aangehouden in verband met de aanslag op het gemeentehuis van Waalre. Het gaat om een 36-jarige inwoner van Sint-Michiels Gestel. De aanslag werd vorig jaar in juli gepleegd met twee auto's. De dader stichtte vervolgens brand in het gebouw dat daardoor tot de grond toe afbrandde. Vorige week loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 25.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. Tijdens de aanhouding werden 35 agenten ingezet en de politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.